Ja. Bewoners van een gamestad. Zometeen gaan we dus beginnen met deze epische stream. Het wordt superleuk. Dit is een thema van Sinterklaas en Piet. Prison Escape. Dus we gaan ontsnappen. Het wordt episch. Deel het streampje met je vrienden en zo. Want we gaan zo echt... Het wordt echt cool, jongens. Eens even kijken. We moeten nog 81 abonneetjes voor het eerste doeletje. En dan zijn we al bij het eerste doel. Maar nog 1 minuutje en dan gaan we beginnen. Ik ga even het streampje nog een keer delen op Twitter. En als je nu retweet, wordt hij blij. Let's go. Van een gamestad. Hallo mensen. Hallo. Ja, daar ben ik hoor. Jullie zien me. Oké, ik wil heel even wat andere muziek opzetten. Iets wat bij dit sfeertje past. Niet dit liedje natuurlijk, maar een ander liedje. We gaan zo meteen dus Prison Escape spelen, maar dan met Sinterklaas en Zwarte Piet. Ik zal het zo meteen eens uitleggen hoe het gaat zijn. Maar nog precies 80 abonneetjes en dan kunnen we een cammetje zien. Dus dat is leuk. Gaan we een naamrondje doen? Ja, laten we beginnen met een naamrondje. En dan zoek ik het liedje op wat ik aan wilde zetten. Oké. Ik hoop dat dit niet te kinderlijk is, dit liedje wat ik nu op ga zetten, maar ik ben bang van wel. Oké, let's go, wat is dit? Oh my god. Nou, het is in ieder geval een beetje om in de sfeer te komen. Je weet dat stoute kinderen meegenomen worden door Zwarte Piet en zo. Nou, wat wij gaan doen, stoute kinderen zitten zometeen in de gevangenis. Zwarte Pieter, die zijn de bewakers. Sinterklaas is de baas. Je raadt, je voelt hem al aankomen, hè? Maar ik zie de namen. Ik zie Sharon, Brooklyn, Fenna, Lies, B, wat? Jake, Pedro, Marijke, Elise, Shania, Tijmen, Elise, Anouk, Jarno, Peter, Isabel, Charlotte... Kelly, Branko, Daan, Duncan, Anouk, Dino, Peter, Rowan en nog heel veel andere namen, jongens. Nog precies 80 abonneetjes, dus voor het eerste doeletje. Als ik het goed heb, moet ik even goed kijken, hoor. Ja, ik vind dit nog wel een leuke versie van het liedje, hoor. Ja, precies 80 abonneetjes en dan zijn we er. Ik moet even wat drinken, hoor. Ja, oké. En ik vond vandaag mijn geld uit Amerika. En ik vind dat er zo cool uitzien. Heb je ooit geld, dollars uit Amerika gehad? Het is wel groen, dus dat kan je niet zien. Het is groen. Greenscreen natuurlijk. Maar dat ziet er cool net uit het speelgoedgeld, ja. En het stinkt. Maar hebben jullie er zin in, jongens? Ik heb er heel veel zin in dit streampje. Laat vast een likeje achter als je er zin in hebt. En dan gaan we denk ik beginnen. Ik denk dat ze er allemaal klaar voor zijn. Dat hoop ik in ieder geval. 79 staat de teller op. En 800 kijkers. 78 zelfs subbies. En dan zijn we er. 77. Oh mijn god, gaat snel zo. Oké. Nou, laten we beginnen. En dan zet ik even wat spannende muziek op, jongens. En dan gaan we beginnen. Zijn jullie er klaar voor? Oh, dat is al te vroeg. Te vroeg met die muziek. Hoppakee. 76 staat de teller alweer. We komen alweer heel snel dichterbij. Ja, zin in. Ik ook. Wow, de chat is rustig. Is dat zo? Helemaal niet. De chat gaat helemaal los. Oké, leuk liedje. We gaan beginnen, jongens. Ik ga de rest er eens bij halen. Wat? Hoezo zit ik hier? Oh, ik ben als enige ben ik niet meegemoved. Ik dacht... We konden jou niet moven. Oh. Ja. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké, even kijken. Texture packs. Zet ik eventjes deze aan. En dan gaan we beginnen, jongens. Oké.
Kimmetje gaat natuurlijk uit. En over 72 abonneetjes, dan kunnen we nog een kemmetje aanzetten. Kom mijn kemmetje ook weer terug. En dan zullen we zo meteen zien, jongens. We hebben bijna 1000 kijkers nu al. We zijn nog niet eens begonnen. Dus, thanks, guys. Is cool. Daar gaan we. Wat was gebeurd? Waar ben ik? Ik werd wakker? Nee, ik werd niet wakker. Nee. Jawel, ik werd wel wakker thuis. Ik hoorde iemand lopen. En ik ging naar mijn schoen kijken. En ineens stond er iemand voor me. Ik weet niet meer wie. Maar waar ben ik? Waar ben ik? Het ruikt hier naar vis. Zwarte Piet! Zo, je bent wakker. Zwarte Piet, wat doe ik hier? Wie zijn dit? Je bent stout geweest. Stout geweest? Nou, nee, ik zou nooit stoute dingen doen, Zwarte Piet. Echt wel? Nee. Je hebt een wortel gestolen voor Americo. Van je zusje. Ja, dat is toch niet het ergste wat ik ooit heb gedaan. Dat is het ergste wat ik ooit heb gedaan, ja. Ik heb nooit iets ergs gedaan. Dus je bent in de zak geweest. Je bent in Spanje. Wat? Jij bent dus die man die voor me stond toen ik naar mijn schoen liep. Die ik hoorde thuis. Je hebt de roe vast. Oh, Zwarte Piet. Zo! Sorry! Wie zijn dit? Zijn dit andere kinderen? Het zijn ook kindjes die zich hebben misdragen, hè? Oh. Oh, ja. Oké, waar breng je ons heen? Ik wil weer naar mama toe. Naar de plek. Waar Sinterklaas alle cadeautjes maakt. Jij gaat werken. Nee. Lopen. Nee. Sinterklaas is toch aardig? Die doet me toch niks? Misschien als ik stout ben geweest, juist wel. Wow. Zo. Wat doet je, Zwarte Piet? Lopen. Waarom staat hij me? Waarom denk je? Lopen. Waarschijnlijk ben jij heel stout geweest. Ik zit hier maar gewoon een klein beetje. Oh. Je hebt ook stout. Op welke pakjesboot zitten we? Is het pakjesboot 13? Beruchte pakjesboot 13? Oké. Wat was dat? Ik hoorde iets. Waar moeten we heen? Zwarte Piet? Naar de uitgang van de boot. De uitgang van de boot. Oké. Loop maar voor. We moeten hier toch niet helemaal naar boven? Kijk hoe hoog dat dit is. Zwarte Piet. Er is maar één weg omhoog, hè? Daar ga ik dan. Ik wil niet geslagen worden door Zwarte Piet. Door de roe. Dat lijkt me heel pijnlijk. Wat een hallo? Rare Zwarte Piet. We zijn bijna boven. Wat een lange tocht is dit naar boven. Nog precies 70 subbies. En dan kunnen we zo mijn kopje zien. We zijn boven. Oh, cadeautjes. Wat is Sinterklaas? Sinterklaas staat daar. Jongens. Ik weet niet, Sinterklaas is een goed heilig man, maar volgens mij kan natuurlijk heel gemeen zijn als je stout bent Zwarte Piet, hey. Ja, jij bent stout geweest, dus hij zal niet blij zijn. Ja. Loop maar. Hij heeft schimmel bij zich. Het paard. Mag ik een cadeautje uitpakken? Ik wil deze. Cadeautje. Als je goed gedraaid krijg je cadeautjes. Ooit. Oh, ja. Dat wil ik. Sinterklaas, wow, ik zie hem in het echt. Oh. Goed, Sinterklaas. Oké. Hallo, Sinterklaas. Hallo. Doorlopen. Ik ben dat lieve Sinterklaas! Dit zijn de laatste van het stel, Sinterklaas. De stoute. Sluit ze maar op. Wat? Sluit ze op? Wat is dat voor gebouw? Doorlopen. Is dit het huis van Sinterklaas? Daar lijkt het niet op. Het Pietenhuis? Dat is het. Wow! Is dat voor magische kracht of zo? Dat noem je de roe. De roe? Maar ik dacht dat ze dat al lang afgeschaft hadden. De roe? Echt niet. Dat denken jullie inderdaad in Nederland, hè? Ja? Spanje. Waar zijn we dan? Is het Spanje? Oh mijn god. Het is hier ook wel lekker warm, moet ik zeggen, ja. Sinterklaas, wie kent hem wel? Oh nee. Niet. Sorry. Wie kent hem niet? Zitten we hier nog een trap omhoog? Sinterklaasliedjes. Wat? Heb jij een hekel aan Sinterklaasliedjes? Ja. Wat?
Zwarte Pieten hebben nooit een hekel aan Sinterklaas liedjes. Dat is wat nieuw. Ze je vertellen. Ah. Oké, dat kwijlend kind moet ook naar boven, denk ik, ja. Oké. Zo. Wow. Wat is dit dan? Het Pietenhuis? Met een grote wortel? Is dit een schoen? Een grote wortel in een schoen! Wat zit hier? Zit een aardappel in een schoen? Wat is dit? Is dat een aardappel? Volgens mij wel, denk ik. Dat doen ze toch nooit in een schoen? Een aardappel? Doe maar door. Oké. Ja, oké. Okay. Waar moeten we heen? Au! Sinterklaas, Zwarte Piet. Dat doe je toch niet? Slaan. Oh. Oh. Gaan we naar beneden. Kijken. Oké. Okay. Waar moeten we naar beneden? Via hier? Niet hier. Nee, dit lijkt me op slingers. Hier ook niet. Hoe komen we beneden, Zwarte Piet? Je weet echt niet, Zwarte Piet. Je ziet er ook niet uit als de slimste. Jij bent zeker... Domme Piet. Wat zeg je? Je bent zeker uitgehongerd, hè? Nee! Wat is dat? Pepernoten! Oh, taaie, gadverdamme! Waarom geef je me taaie pepernoten? Oh, gadverdamme. Hij is wel taai, hoor. Die zijn zeker van vorig jaar. Klopt. Gadverdamme. Sinterklaas, Sinterklaas! Waar brengt u ons heen? Moeten we mee? Ik denk het niet, toch? Moeten we mee met de Sint? Ja, nee, dat is Sint, kantoor? Wilt ze één voor één spreken? Van de Sint met overgewicht? Nu nog niet. Wat? Oh, oké. Okay. Ik zal ze eerst naar een cellen brengen. Ja. Oké. Okay. Volg mij maar. Cellen. Sinds wanneer moeten stoute kinderen in cellen? Ik dacht dat ze alleen in een zak naar het paradijs van Spanje mochten dan. Maar dit is geen paradijs. Ik ben misschien een beetje stout geweest, maar niet zo stout dat ik in een cel moet. Misschien dat kwellend jong hier voor me wel. Weet je niet? Ja, hij! Met zijn kale hoofd. Ga maar! Oké. Ik hoor iemand heel te proberen zijn lachen te houden. God. Wie doet dat? Ah, dan. In ieder geval, nog 79 subbies. Nee, nu 79. 69! 69 subbies voor dat kemmetje. Oké. Waar is dan mijn zogenaamde cel hier in Spanje? Nou, Hera Piet, vertel het eens. Dan moet ik vertellen waar de cel is. Hm? Nou, loop maar mee. Hera Piet? Ja. Hera Piet, mag ik ook stem mee? Gekregen. Nee, jij mag weg. Wat ligt hier op de grond? Is het stront? Ja, en als je niet oppast, moet je het zo opeten. Ah! Ah, vies! Nou, kijk, omdat ik vandaag lief ben, mag jij kiezen of jij wil bij Neut Chocoladepreut, of je mag alleen. Wat? Dat is Neut Chocoladepreut? Ja. Wat? Wie, hallo? Hallo? Je ziet eruit als echt een stom meisje. Meisje is daar. Ja. Heb je chocola voor mij? Hier ligt chocola, of is het poep? Ik hou van chocola. Hier ligt chocola, pak het dan. Ik kan het niet pakken. Moet ik het voor je pakken? Ja. Maar wat krijg ik dan ervoor terug van jou? Weet ik niet. Een kusje. Ja. Nee. Dat is vies. Wat? Advies? Nee, dat is vies. Oh. Laat maar, ik help je niet. Dus, nee! Waar is mijn cel? Nou, dan mag je chocolade Priet? Piet? Dan mag je bij hun. In deze lelijke cel? Ja. Oh. Oké. Okay. Hoi. Hallo. Hoi. Wie ben jij? Ik ben Marijn. Of was dat niet? Ik hoor iets. Wat is? Ik hoor een ventilator als je praat. Dat is raar. Nee, dat kan niet. Oh. Wat is dat? Wat is een ventilator? Wat? Wat? Je hebt nog nooit... Van welke planeet kom jij? Wat is een planeet? Wat is er? Wat is er met die jongen gebeurd? Hallo? 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 Hallo, hallo, hoi. Kinder... Hey, hoi. Waarom zit jij hier? Wat heb je gedaan? Waarom ben je zo stout? Ik ben vergeten mijn schoen te zetten. Ik was vergeten. En wordt Zwarte Piet daarom boos? Nee, dat kan niet.
Dat moet je niet aan mij vragen. Je hebt waarschijnlijk iets heel stoms gedaan. Je hebt waarschijnlijk iemand zijn haar uitgetrokken. Of iemand zijn oog uitgestoken. Of... Dit zijn de staten kinderen ja, okay, die zijn aangekomen. Zwarte Piet. Huh? Zeker Sinterklaas. Ja. Ik weet zo jullie naam van buiten. Jullie mogen allemaal naar buiten komen. Yay. Hoe weet je onze naam? Je hebt het boek niet eens bij je. Doorloop alsjeblieft. Hoe heet ik dan? Marnik. Oké, Sinterklaas, sorry. Sorry. Auw! Wat? Sinterklaas slaat niet. Jij bent Twan, jij bent Barney, Rani en... Leutje! Nee, zwijg. Onvoldoende. Ja, Marijn. Ja. Onvoldoende? Onvoldoende! Daar ken je me gelijk van, Sinterklaas. Ja, ja, daar ken ik hem zeker van. Oh, in mijn boek hier heb ik, weet ik dus, dat jullie stout zijn. Dus daarom heb ik ook... Bert Piet op jullie afgestuurd om jullie te gaan halen. Dus ja, nu moet hier gezellig werken. Hoezo moeten we werken? Werken? Die pakjes komen er niet vanzelf. Wat is werken, jongens? Werken? Werken? Sluit hem op alsjeblieft. Dat doe je pas vanaf je 16 of zo. Sluit hem in een aparte cel op. Ik ben ook geen 16. Een aparte cel, ergens ver weg. Moet ik? Oh. Oké, dat is opgelost. Maar ik dacht dat je Zwarte Piet... Of Elfie, nee, Elfie zat van Sint de Kerstman. Ik dacht dat je Zwarte Piet had die alle pakjes in... Maar dat doen de stoute kinderen dus. Ik heb een pakje. Heeft u mij geslaan? Nee, wat was ik niet? Ja, ik zeg dat u het was, maar... Goed heilig, man, ik zou u nooit slaan. Zeg, dat zou wel een beetje erg zijn, moest ik deze mannen laten werken, hè. Dat is een beetje erg. Wow. Klaas, ik denk dat jullie even mogen bidden. Daarom laat ik jullie werken. Blanken. Mogen bidden bij de schoen. Ja, en ga maar bidden bij de schoen, inderdaad. Bidden? Ja. Waarom zou ik bidden? Ja, voor mij natuurlijk. Nee, en voor Amerigo. Nee, dat heb ik nog nooit Amerigo gehoord, Sinterklaas. Amerigo bestaat niet. Het paard op slecht weer vandaag. Oké, ga maar aan de schoen. Slecht weer vandaag? Oké, dat heb ik nog nooit gehoord. Maar dit is dus een schoen met een wortel erin en ik moet bidden. Oké, dat is nieuw dat ik een schoen moet bidden, aanbidden ofzo. Oh, heilige schoen! Je stikt naar peperdoen. Sluit hem op bij nut, chocoladepreut. Wie? Ik hè? Ja, jij. Maar, wat heb ik voor twaalf gedaan? Ja, hij stinkt gewoon die schoen. Dat kan niet. Nee. Steek hem maar bij nut, chocoladepreut. Steek die twee daar maar bij. Oké, nou. Mag ik deze chocola meenemen? Nee. Sterkte. Deze chocola? Hey. Wil je chocola hebben? Hoi. Lopen. Ah, ik had bijna chocola. Hi. Je hebt een cadeautje? Ik heb cadeautjes. Chocola. Ja, chocola. Mag ik niet? Is dat mijn cadeautje? Dan mag jij een cadeautje. Wat ben je irritant? Stop. Is dit jouw bed? Ik heb chocolade. Ja, dat is mijn bed. En jij slaapt hier in dit hoekje. Dat is jouw hoekje. Ja, jij klinkt als een verwend rotkind. Hey, dat hoorde ik. Ik heb chocola. Stil. Als je stil bent, krijg je chocola. Naar bed. Ja, naar bed. Oké. Okay. Braaf. En nou stil zijn. Chocola. Oké. Okay. Wat? Wacht. Hier, ik heb... Nee. Dankjewel. Wat heb je fout gedaan om hier te zitten? Wat heb je gedaan? Willen wij meer of minder chocolade? Meer. Ik hou van chocola. Ik heb al mijn chocolade opgegeten. Dat is slecht! Ook die van mijn zusje. Maar ja, toen zat ik hier. En je zusje moest zeker super hard huilen. Ik zit daar helemaal voor me. Nee, die vond het goed. Maar wat? Sinterklaas vond het niet goed. Dus toen moest ik hierheen. Ja. Ik wil meer chocola. Mag ik chocola, jongens? Sinterklaas. Ben je irritant? Oh. Mag ik chocola? Alsjeblieft. Daarom heb je de sneut chocoladefeut. Ja. Chocoladekoekjes. Jij krijgt chocoladekoekjes en ik krijg taaie pepernoten. Dankjewel. Oké. Nog 65 subbies voor dat kemmetje. En laat een likeje achter, jongens, als je het episch vindt. Ik vind het echt cool. Ik vind het leuk. Ik hoop jullie ook. Maar ik denk dat jij door de chocola nogal veel energie hebt gekregen. Nogal veel suikers zitten erin. Ja, tuurlijk. Heel veel. Ja, echt heel veel. Ik wil meer. Doe rustig. Alsjeblieft. Je bent super irritant. Daarom zit jij hier. Jij hoort hier. Pieter, ik hoor niet bij haar in de cel. Ze is veel te druk. Wat is er? Je moet dat rotkind slaan. Nee. Chocola.
Ja, goed zo. Niet gaan zeuren. En jij moet niet zo gaan zeggen wat ik ga doen, anders ga ik jou ook samen te roepen. Huh? Maar ik wil naar andere mensen. Nee, nee. Wil je naar andere mensen? Alsjeblieft. Alsjeblieft, ik wil weg hier. Ga maar eerst een heel mooi liedje zingen. Oh, nee. Ja, een Sinterklaas liedje gaan zingen. Ik heb altijd... Chocola is lekker, chocola. Heel mijn leven... Hey. Stil, gooi stil. Wat chocola. Nee, dankjewel, stil. Chocola. Heel mijn leven heb ik Sinterklaas liedjes gezongen op een verkeerde manier. Expres. Omdat ik een hekel had aan Sinterklaas. Nu zit ik hier. En nu moet ik een liedje zingen. Ja, ga maar een heel leuk liedje voor me zingen. Ding over chocola. Oké, okay, wacht. Ik ga eventjes kijken. Ik ga een liedje zoeken. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Of ik er klaar voor ben? Ja? Ik vraag eerder of jij er klaar voor bent. Want als je niet goed zingt, dan krijg je de roem. Ik ga zingen. Oké. Okay. Had me niet gedacht. Sinterklaas komt eraan. Ah, zo, wat doe je nou? Luk van Sinterklaas komt eraan. Hé, hey, zo, wat? De confettifabriek. Hé! Hey! Was die goed? Ik wist de tekst niet helemaal meer. Wat was het slechtste liedje dat ik ooit heb gehoord? Ja. Ik krijg nog één kans. Nee! Zing maar. Zie ginds komt de stoomboot. En ga maar. Ga niet Sinterklaas zingen, maar ga over Pieten zingen. Oké. Okay. Alleen over Pieten. Oké, okay. Okay, ik ga mijn best doen, Piet. Wacht. Ja. Oké. Okay. Ik hoor iets. Hoor je de stoomboot? Oh, ik hoor hem! Ja, ik hoor hem weer! Hey! Woe! Ginds komt de... Wat is dit voor stom lied? Wat is dit voor... Zie, ginds komt de... stoomboot! Uit Nederland, Spanje weer aan! Hij brengt ons de pieten! Ik zie... Stop maar. Ja, nou, we zetten hem wel een andere cel. Wie loopt erachter? Beter dan de rest. Wat gebeurt erachter allemaal? Ja, ik weet niet, het is... Wie is dat? Wie is dus David? Oké. Okay. Nou ja, okay, goed. Kom, ik heb mijn best gedaan, oké? Okay? Ja, kom maar. Oké. Okay. Oké, okay, hey, weet je... Ik? Jij mag chocolade gaan eten. Piet geeft hem maar chocolade. Jij bent super stout geweest. Ja, chocolade, hier. Hey, straks moesten we nog rollen naar huis. Als ze ooit thuis komt. Nou, even kijken. Waar mag ik heen, Piet? Ik ga even kijken. Wil je bij hun of wil je bij de achterste? Daar wordt heel het gevochten, lijkt wel. Wat is dit? Dit zijn mooie cellen! Maar ze zien er allemaal een beetje gek uit. Zij zitten helemaal achter gesloten deuren. Ja, hun zijn heel erg agressief en gevaarlijk. Echt? Hun zijn heel gemeen. Hun hebben een hele gemeen ding. Laat daarbij stoppen, heer Piet. Daar noem niet denken. Bij deze eerst? Ja. Wow! Wat zit je alleen er in je cel? Kijk, je hoofd. Huh? Het is je pepernoten. Zusje is pop. Je zusje is een pop? Afgehakt. Maar ja. Je hebt het hoofd van je zusjes pop afgehakt? Dat is toch leuk? Maar dan moet je zusje vast hard gehaald hebben. Ja, dat is toch leuk? Dat zijn zusjes ervoor. Wat ben jij voor een pestkop? Daarom zit je achter deze tralies. Oh, pestkop. Oh. Ja. Au! Dan moet jij nou mij ook nog pesten? Dat heb ik helemaal niet verdiend. Ik heb dit niet verdiend. Ik wil hier uit. Sinterklaas! Blijf lekker bij mij. Pieter? We gaan één kindje terug naar huis sturen. Dus laten we er maar allemaal uit. Oké. Okay. Je mag misschien naar huis, hoor je dat? Of ik mag naar huis! Ja! Allemaal op de gouden lijn staan. Ik wil naar huis. Nee, hey, jij, hoe heet je eigenlijk, jongetje? Kom je? Ik heet Sis. Ja? Sis? Ja. Oké, okay. Hoe oud ben jij? Ik ben 9. 9? Maar ik ben 12. Oké. Okay. Hi! Oh nee, daar heb je nooit chocolade feut weer. Op de rode klaar, op de gele lijn. Sinterklaas, waar is de Marijn? Nee. Waar? Oh. Waar is de ene Marijn? Is er een vluchteling? Nee, hier ben ik. Naar buiten. Moet ik naar buiten? Wat is buiten? Op de lijn.
Oh, kom hier langs bestaan. Jij, hij weet niet wat een lijn is volgens mij. Oké. Okay. Lijn. Ja. Van Rani, Marnik, Sis, Marijn, Fut, Brilliaals en Enzo. Eén van jullie mag vandaag daar huis. Yeah, ja, ja, huis, ik mag naar huis! Ik heb het verdiend! Oh, ik hoor iemand heel hard typen. Maar wie zal dat zijn natuurlijk? Ik, niet die kwijt aan die jongen, die is stout. Maar, wow, ik hoor een kindje nog ergens! Toe. Wat? Maar ik wil ook naar huis toe. Op, maar ik wil ook heel graag naar huis. Ja. Maar jij bent hier net pas! Als ik ga naar huis, worden alle drie net pas. Ik heb al heimwee. Ja, jullie al sowieso niet, want jullie zijn hier net. Deze ook niet, deze is ook net. Okay. Wie kan er... Nee, ik vind het pijn. Wie kan het mooiste zingen? Van wie willen we zo snel mogelijk af, jongens? Ikke! Nee, hij mag nog wel blijven. Hij is nog gemeen. Kunnen die kleine kinderen zijn mond houden? Oh. Ja. Sinterklaas, mag ik een voorstel doen? Doe eens een voorstel. Ik vind het zielig dat Trilias hier al heel erg lang zit. Maar wie is Trilias? Ik. En ik vind dat Trilias naar huis mag van mij. Nee, ik ga samen met mijn broer. Ja, ik laat hem niet achter. Ja. Jawel. Ben je iemand vandaag? Wat is iemand? Anders ga ik slaan hoor. Wat is iemand? Je bent irritant! Iemand gaat... Maar wat is iemand? Iemand? Oftewel is het Sis, oftewel is het Trilias. Ikke, mogen een beetje naar voren komen. Nee, Sis, nee. Ja. Wie kan het mooiste zingen? Heer Trilias, of je wordt opgesloten apart. Oké. Wie kan hier het mooiste Sinterklaasliedje zingen? Ik kan heel mooi zingen, Sinterklaas. Zing dan. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Ah, en nu Trilias. Zing. Nee, ik ben mijn stem kwijt. Moet je maar eens gaan repeaten. Oh, let hem apart op en hij mag alleen naar huis. Mag ik naar huis? Ja, volg maar mee. Nee, je gaat mee. Die cadeautje voor je zusje. Volgen. Oh ja, oké. En hier, deze kant. Toch met je slaan. Hij was het stoutste kind en hij mocht gaan. Doei. 9-jarig zus. Hij mag gewoon gaan. Wanneer mag ik gaan? Wanneer je lief bent. Hey, Piet, bedoel ik. Piet? Wat is Piet? Ja, Piet. Zullen we anders even wat eten gaan halen? Ja, eten! Geen taaie pepernoten meer van vorig jaar. En deze twee jongetjes zijn stout geweest, dus die blijven nog hier. Welke twee jongetjes? Die zitten alweer terug. Mag ik kijken die? Ja. Oh, die. Die zijn echt heel erg stom af en toe. Ze zien er ook heel verwend uit. Trilias. Huh? Wat gebeurde er? Maar Enzo, die is een beetje stom. Die is de moeite zo aardige jongen. Nee. Ja? Nou zeg. Heel klein probleempje. Kaartje chocola. Wat is er? Die Marijn is gaan lopen. Wat? Lopen? Wat? Marijn. Chocolaatje. Ik loop. Staat daar. Nee. Die Sis. Excuseer. Wat? Het stoutste kindje die je hebt laten gaan, die is gaan lopen? Ja, die is inderdaad gaan lopen. Misschien is het gewoon een voldoende. Kunt u letten op de kinderen? Dan gaan Piet en ik gaan wel achter Sis aan. Ja. Oké, dat is goed. Maar mogen we iets eten in plaats van die taaie pepernoten? Ja, chocola. Hier, alsjeblieft. Ja, ik dacht dat we ergens mochten eten. Daar had je geen zin. Oké, kom maar gezellig mee. We gaan naar buiten. Oh, dankjewel. Mag ik ook mee? Ja. Mag ik naar mijn broer? Waar is buiten? Nog 59 abonneetjes en laat een likeje achter, jongens. We hebben bijna 2000 kijkers. Holy moly. Gezellig, jongens. Retweet mijn tweetje op Twitter als je wil. Nou, dan gaan we. Ja, over 59 abonneetjes kunnen we dus een kemmetje erbij doen. Maar we zijn buiten. Huh? Yay, Pietergrim. Ik zie daar een mooi paard. Wow. Is dat Schimmel? Amerika? Ja, dat is standbeeld. Dat is standbeeld van Amerika? Of van slecht weer? Wat was het ook weer? Slecht weer niet of zoiets? Ze noemen slecht weer vandaag. Slecht weer vandaag? Mag ik hem ze noemt het. Is slecht weer vandaag? Het is helemaal geen slecht weer vandaag. Nee, inderdaad. Amerika staat daar, maar het is geen slecht weer vandaag.
Hey, precies. Ja, je hebt hem. Oh, waarom gooi jij? Helemaal. Oké, okay. Nee. Oh, dat doet pijn. Pak hem. Stomkind. Laat het ziekenhuis. Nee, dat wil ik niet. Oké, laat het. En het stopt bij dat kale gabbertje ook. Hierzo. Pak hem. Dankjewel. Chocolaatje voor jou, Rennie. Chocolaatje voor jou. Jullie krijgen allemaal een onvoldoende. Bedankt. Onvoldoende? Hey, kip. Laat de kip gerust, nut. Zus Sinterklaas. Oh, kipje. Ja, wat? Die zus die is net weggerend en hij heeft mij pijn gedaan. Wat is pijn? Wat is zus gewoon... Wait, Kerst, los het op, ik neem kipje Piet, mee. Wat is pijn? Dit is pijn. Dat is pijn. Okay. Dat is pijn. Kom, kip, ik heb het hier buiten wel weer gezien. Het is koud, het ligt bijna sneeuw volgens mij. Hier beneden zag ik iets wits liggen al. Oh, nee. Wie heeft er honger? Toch? Wow, ik. Sneeuw! Waar komt dat vandaan? Het begint te sneeuwen. Wow. Maar hebben jullie al honger? Wow! Ja. Het is koud. Kom, we gaan eten halen. Oké, okay, ja, we eten, volgen eten, je, eten, Piet. Eten. Oké, okay, nog 50 abonneetjes. Nice. Oeh. Oh, ik heb al heel veel eten trouwens, man. Dat ga ik niet zeggen. Ga jullie maar hierheen. Help. Ik moet een manier vinden. Sinterklaas, weet jij even op de kindjes? Ik ben met de kiepje bezig. Ja, kom, maar... kiepje. Okay. Er zit hier een cadeau in de muur. Nou goed. Hé, hey, jij. Allemaal. Wie willen even kiepje bijhouden? Ik heb. Oké, okay, hier is een... Eet de kip op volgens mij, pas op. Een lied. Een kiep. Alsjeblieft. Oh, kiep. Als je kiep pijn doet... Oh. Allemaal in een nette rij. Kip. Oké, okay, ik ga even eten pakken. Oké. Okay. Ik wil zo jou spreken, Rani. Ja, ik heb... Daar heb je hem weer! Hallo! Sis. Zo. Hey. Niet meer wegrennen nu, hè. Poetsel. Holy shit, wat gebeurt er wel beneden? Zo 40! Dan kunnen we een kemmetje zien. Hi, Piet. Wat wil je? Ik heb een hele lekkere oude wortel. En ik heb Thai pepernoot. Zeker een wortel die in de schoen heeft gezeten. Oh, hallo! Ja. Oh. Doe mij maar zo eentje, ja. Een zweetwortel. Amerika had geen honger meer. Dankjewel. Een oude zweetwortel. Lekker. Hoop ik. Hey, nee, het is chocoladefeut. Niet die kip opeten, hè. Nee, ik ben chocolade pruit. Zo noemen ze mij. Oh. Oké. Okay. Kijk, Sis is terug. Bedankt. Ja, Sis is weer opgepakt volgens mij. Hé, hey, jij. Zo. Hallo? Ja? Waarom zit jij hier? Ik zag je net op de boot samen met mij. Pak eens boot 13. Ik had zeg maar mijn schoen alleen. Ik had hem bij een open haard neergezet. Dat ging helemaal missen. De open haard, ja, brandde de schoen. Je schoen vat de vlam? Ja, en toen kreeg ik geen pepernoot van Piet en toen werd ik meegenomen in de zak. Wat? Dat is goed hoor. Rani onvoldoende. Hel maar uit. Oh. Dus wij hebben allemaal goed. Stomme dingen gedaan. Ik wil wel weten wat deze gabber heeft gedaan. Kleine de gabber. Hé, hey, jij. Ik zong een heel vies Sinterklaas liedje. Wat? Maar je weet dat je dat niet kan doen! Ja, en daar zit ik hier nu. Je moet ook Sinterklaas iets goed. Ik zong ze ook verkeerd, maar... Vies! Op een gabber stijl zeker. Sinterklaas kapotje! Ja, zo zeker. ik kan het al helemaal voor me zien. Moet je niet doen! Oké, ik heb hier nog chocola trouwens. Misschien wil de chocoladefeut nog wat chocola. Nee. Ja. Oké. Als jij mij die kip geeft, dan mag je chocola. Nee. Orde van Sinterklaas. Dan mag je twee chocola. Nee. Marijn, meekomen. Ik dacht dat je stand kind was. Piet. Waar moet ik meekomen? Die nieuwe? Piet. Die nieuwe Marnik? Die wil kip overnemen. Maar dat mag niet. Dat mag ik niet van Sinterklaas. Wil die kip overnemen? Ja. Marnik? Ja? Wil je sorry tegen de kip zeggen? Sorry, kip! Nee! Oh, dat was heilige kip! Oh, Sinterklaas wordt boos! Sinterklaas wordt boos! Sorry! Ga hem niet halen, alsjeblieft! Vertel het niet tegen hem! Sorry! Sinterklaas? Wat heb je nou gedaan? Sorry! 9-jarige zus! Ik heb een kip geslagen! Marnik? Oh, dit is dat zo stil! Jij gaat even meekomen. Ik ben hier, hey!
Wacht, wat is er, Piet? Ja, nou... Ja, wat weet je? Kom maar. Als er iets is, kom maar aan mijn kant. Ja, nee, maar... Oh, oké. Marnik? Ja? Je gaat even meelopen. Ja, wat? Ik ook, want ik moest je bijhouden. Dan mag jij het verhaal vertellen wat er is gebeurd. Ik ga je met die man zo nog spreken. Kom maar mee. Oké. Okay. Moet naar het kantoor van Sinterklaas, dat kan geen goed nieuws zijn. Tot ooit. Doei. Doei. Oké, okay, waar is dat kantoor? Oké. Okay. Ik ben heel slim. Oké. Okay. Nog 37 subbies. Hoi Piet. Loop maar naar boven. Naar boven? Ja, naar boven. Er zit iemand daar in dat celletje, zie ik. Mooi. Ja, klopt, lopen. Auw. Ik denk dat Sinterklaas niet zo blij is. Ik heb misschien een zweetwortel voor hem. Sinterklaas? Waar is Sinterklaas? Sinterklaas is dit is een mooi kantoor. Oh, hi Sinterklaas! Wow. Hij is een stoppetje aan het spelen. Hij zit erachter. Sinterklaas? Ja, wel, wat is het probleem? Piet? Ja, nou, ik... Jet mag het gaan... Nee. Neut mag Vertel het eens, chocolade. Prut. Nou, het is... Nou, ik denk dat Neut het beste kan vertellen, toch? Nou, ik had kip. Ja, waar is mijn Kimpie kip trouwens? Kimpie en toen, is dood. En toen kwam Manik en toen sloeg hij hem dood. Dat de heilige kip. Dat heeft ze helemaal verkeerd gezien. Maar Sinterklaas, het is een beetje mijn schuld, denk ik. Ik neem het wel voor je op. Je wil gewoon chocola. Nou, ik was hondje aan het lopen met kip. Zodat kip... kon lopen en dat hij vanavond heel erg rustig is bij u als hij gaat slapen. En toen kwam Marnik en Marnik werd een beetje prikachtig van kip. En toen was zijn reactie dat hij sloeg. Maar het ging per ongeluk. Hij heeft het niet expres gedaan hoor. Maar waar is kip dan? Is kip dood? Kip is wel dood. En dat zijn we zo sorry over. Dat is het touwtje waar hij voor het laatst aan hing. Waar is hij? Kip is dood. Ik weet een leuk idee. Wie heeft hier het meeste schuld? Ikke. Ik, meneer. Ikke. Ja, wie? Ik neem het wel voor je op. Kom maar, Sinterklaas. Krijg je twee chocolaatjes zo meteen. En die zal mij niet zoveel pijn doen als jou. Kom, ga maar weg. Oké. Ik, Sinterklaas. Dankjewel, neut chocoladefeut. Wat? In het bakje. Wat? Wat gaat u doen, Sinterklaas? Voilà. We gaan de opsturen. Wordt opgestuurd. Van naartoe? Naar de... Naar Afrika. Afrika, wat? Inderdaad. Waar ik Piet heb gehaald. Ik was wel bang dat je het naar een vieze oude man zou sturen. Maar gelukkig niet. Oh, dat kan ook nog. Nee, dat doe je toch niet, man, vies peuk. Dat is misschien... Gewoon naar de ouders. Dat is... Of naar de cel, gewoon. Piet doet er iets mee. Ripkip. Oh. Kom, we gaan terug naar de cel. Wat klinkt... Je klinkt een beetje verdrietig, ontroerd. Van de kip. Piet, vergeet... Gaat het wel, Piet? Gaat het, Piet? Piet. Ik mis kipje. Ik ook, Piet. Een zwarte Piet neemt je wel mee, ik ga je huilen. Maar, iemand moet ook de schoorsteen uitkussen, hè? Wie gaat dat doen? Weet je, laten we dat maar neut doen, want... Inderdaad, dan, dat vind ik een mooie. Dat wel mee. Ze is niet zo stout geweest. We gaan even naar de rest. Neut, tot snel! Hoop ik. Ik hoop dat ze me hoort nog. Ik heb je chocola nog! Oké. Let's go. En haal me een nieuwe kip uit Afrika. Waar gaan we heen? Naar de rest, hoor. We gaan naar boven. Gaan we eruit? Mag ik naar huis? Ja, Dave, ja, dat ging wel, ja. De twee broers zijn aan het ontsnappen. Ja, maar we moeten hier gewoon uit. Ze zijn aan het ontsnappen. Oh. Oh, Piet heeft het door, denk ik. Nee, hij heeft het niet door. Daar gaan ze. Hé, jullie! Ja. Pas op! Stapetje. Pas op. Wij kunnen niet weg hier. Hey. Oh. Oké. Ja, ik kom nog, hoor. Ik loop nog gewoon met je mee. Mooi. Hoop ik voor. 2000 kijkers, hallo mensen! Kunnen we ook 1000 likejes halen? Zou heel mooi zijn. En 33 subjes voor het cammetje. Waar gaan we heen, Piet? Wat? Gaan we even kennis maken. Wat? Gaan we even kennis maken. Maar waarom moet ik in zo'n klein celletje? Hij zegt niks meer.
Wie ben jij? Ik ben Robbe. Robbe? Ja. Ben jij een jongen of een meisje? Ik ben een jongen. Een jongen. Je klinkt wel heel jong dan. Oh, ik stond op een boom. Hey, ik ben er weer. Hi. Huh? Hoe ben je vrijgelaten? Ik heb babykip meegenomen uit Afrika. Ja, dit ziet er niet uit als een babykip. Ja, babykip, die heeft veel chocola gekregen. Oh, neut chocoladefeut. Oh. Nou, waarom zit jij hier in zo'n klein celletje? Dan moet jij wel iets heel ergs hebben gedaan. Ik sla mensen. Je slaat ja, mensen? Je hebt een kippie. Ja. Oh, mijn kippie. Ja, je mag kippie. Oh, kippie. Het komt toch uit Afrika, hè? Ja, dit is baby. Baby misschien van heb je mama kip. Afrika ook gezien. Oh. Maar goed. Oh. Wow, we hebben in één keer één klap 1000 likes van 700.000. Thanks, man. Thanks. Man, thanks, guys, bedoel ik. Oh, kom hier, kippie. Okay. We gaan wandelen. Maar jij slaat mensen. Maar dan is het logisch dat je hier zit. Dat je zo'n kleine cel hebt. Je moet geen mensen slaan. En al helemaal niet tijdens Sinterklaas. Hé, hey, maar ik heb dat. Er spijt van. Zeg eens hallo tegen mijn kippie. Hé, hey, kippie! Oh. Wat? Hier heb je een zweetwortel uit een schoen. Ik heb trouwens je moeder gezien. Wie? Mama Afrika? Mama Afrika? Huh? Hebben ze Mama Afrika gezien? Dat zou mooi zijn. Maar goed. Dat moet je echt afleren. Slaan is niet goed. Slaan is zinloos. Stop daarmee. Dat het proberen. Daar los je niks mee op. Oké, hier heb je... Wow, ik hoor niet. Huh. Hier heb je een chocolaatje. Huh. Lekker. Oké. Okay. Nog precies 30 subbies. Yes. Mag ik uit deze kleine cel? Ik heb niks ergs gedaan. Ik heb misschien een kleine kip vermoord, maar dat is alles. Oké. Okay. Wacht eens even. Wil jij niet uit? Wil je niet gewoon ontsnappen? Oh. Hallo, Piet. Meekomen, jullie moeten werken. Je zit er niet voor niks, hè? Moeten we weer pakjes inpakken? Dus. Oh. Is daar een werkplaats? Lopen. Jij ook. Oké. Okay, ik loop mee. Oké. Wat ziet het er hier mooi uit? Oh. Dit is cool. Pakjes. Overal zijn pakjes. De chocoladeletters moet jij vanaf blijven, hè? Chocoladefeut. Bij me een liedje. Ja, maar je blijft van de chocoladeletters af. Hier heb je nog een chocolaatje als bedankje. Hier. Ja, dankjewel. Oh. Die heb ik verdiend. Piet heeft het gepakt. Ja. Okay. Zo, ik ga nog wel een Sinterklaasliedje zingen. Om het allemaal wat leuker te maken hier. Tijdens het inpakken, tijdens het werken. Dat lijkt me een goed idee. Jullie niet? Dat inpakken. Eerst ga je een paar uitpakken. Ja, liedje. Uitpakken, dan mag je ze weer inpakken. Dan mag je tussendoor maar geen liedje zingen. We zitten hier dus in de confettifabriek. Eyo. Eyo, eyo. Eyo, eyo. Wat doe je nou? Eyo, eyo. Het is intro, Marijn, wacht. Eyo, eyo, eyo. Eyo, wat doe je nou? Ze niet van jou. Oh, oh, oh. De club van Sinterklaas. Eyo, wat doe je nou? Knop! Ja, dat is confettifabriek! Woe! Dit pakje is van mij! Dat is ongeveer. Wacht, werken jongens! Hier is niet de werkplaats, hè? Naar beneden. Ik ben een cadeautje aan het opsturen, Sinterklaas. Niet werken! Oké. Ja, deze knop was het dan. Oké. Ja. Deze hier. Ik heb al twee pakketjes klaar! Mag ik ook een pakketje, hè? Yay! Oké, dan komt hij, jongens! Eyo, wat doe je nou? Pepernoten zijn niet van jou. Oh, verkeerd. Nou, niet gedaan. Klaas komt eraan. Eyo. Ofwel. Toch niet. De confettifabriek. Woe! Eyo. Oké, jongens, ik vind het goed geweest. Woe! Ja. Ik heb het gedaan. Ik heb het klaar, jongens. Yay. Je hebt een pakketje op je hoofd gedaan, dat moet je niet doen, dommerik. Straks wordt Sinterklaas boos. Auw. Oh, Marnik. Wij hebben net... Ben je een uitgang gevonden bij onze cellen? Uitgang? Denken we. Ja, uitgang. Maar
Ja. Iemand moet het uit gaan proberen van ons. Ik heb! Oké. Ja, Greg de Sis. Nee, Greg de Sis. Ik ga het namelijk uitproberen. Waar zit hij dan? Geen onvoldoende. Dat ga ik zo meteen uitleggen. Als we in onze cellen zijn, dan loop ik erheen, ja? En dan ga ik 2 keer springen. Dan weet je dat daar, om het hoekje, de dingen ligt. Oké. Okay. Oh, ja, zijn jullie klaar? Oh, ja, ik heb 2 pakketjes hier klaar. Piet. Hoi. Mooi, die 2 broers moet ik nog steeds spreken. Piet. Ja, dat doe je zomaar in de cel weer. Wow, wat gebeurde? Huh? Wow, wat gebeurt er allemaal? Negeer ze maar. Ik heb hier cadeautjes, ik heb mijn werk gedaan. Nerf guns. Wees mij aan het spelen. Oké. Loop maar. Nou. Jongens, kom. Go. Het is onze tijd, we moeten... Nog 23, nee, 13 subbies. Oh mijn god, we zijn er bijna. 13. Oké. We moeten eens terug naar de cellen. Waar zijn die broers? Hey, jullie! Jullie in gouden pakjes. Waarom hebben jullie gouden pakjes aan? Zijn jullie zo verwend? We hebben rijke papa's. Hier. Rijke tata's? Oh, rijke papa's. Rijke papa's. Snel. Dus daarom zijn jullie rijke tata's door je papa's? Nee, papa. Marley. Ja? Ja. Onvoldoende. Wat is dit? Ze gaat nu doorheen. Ze gaat erheen. We zijn aan het uitkijken. Oh, kijk uit. Gevaar. Oh. Dat is Piet. Hallo, Piet. Jullie hebben goed werk verricht, dus... Wat is werk, Piet? Piet, doe klaar, zo klaar. Piet, mogen we pepernoten? Doe klaar, zo klaar. Werk. Piet. Ja, zijn jullie druk, zeg? Stelletje kinderen. Oh, dat ben ik ook niet. Er is dus een nieuw stout kindje aangekomen. Ah. Hoe heet jij? Ja. Kindje? Wat? Een nieuw kindje? Maar bij de rest. Yes. Oh. Hij is heel stout geweest. Hij is heel... Pepernoot. Chocolaar. Hij heeft zichzelf in de fik gezet of zo. Hij is een beetje zwart. Vuur. Amour of vijer. Heeft hij met vuur gespeeld? Ja, misschien dat hij boos. Hij is aangebrand. Ja. Wat? Als je dan naar binnen gaat, kan je er gewoon uit. Kan je gewoon weer terug naar de stoomboot lopen. Wat? Dan pak je Baudetti, maar dat is gevaarlijk weer. Je komt wel bij ik ga mijn geheime wapens pakken. Wapens? Chocola. Geheime wapens, chocola. Oké, jullie. Maar waarom zitten jullie hier? Wat hebben jullie gedaan als broers zijnde? Nou kijk, papa en mama die hadden een heel groot feest, maar ja, dat was natuurlijk heel duur. En wij mochten niks van het eten pakken, maar we hebben toch wel deze dingetjes lopen pakken en toen werden we meegenomen. Wat? Maar dat doe je toch niet? Ja, het is maar eten, hè. We gaan niet slaan zoals hun. Maar niet het is slaan. Goud eten! Dat is heel gezond. Lekkerder. Dat is gewoon gestolen, je mag niet stelen. Nee, het is pakken zonder te vragen, maar het is wel van je ouders. Ja, oké, daar heb je gelijk in. Eten. Wat gebeurt hier allemaal? Hun hebben dat van de pieten gejat. Eten. Dat mag niet. Marnik? Ja. Ik ga heel eventjes Marnik een geheimje vertellen. Kom, Marnik. Oké. Piet, dit appeltje is heel speciaal. Hou hem bij je. Wat is dit dan? Gebruik hem bij onze ontsnapping. Ontsnappen? Maar als we ontsnappen, dan zullen Piet ons vooral dit zoeken. Nee. Leen hier. Oké. Okay. Maar we zijn niet voor niks opgepakt in de zak gestopt door de pieten. Oh. Maar dat komt goed. Die moet je gebruiken als het echt nodig is. Oké. Komt goed. Ja. Oké. Okay. Zo. Nou, daar zijn we dan weer. Beam. Wow. Ik hoor dit. Wordt er een kindje mishandeld hier? Onvoldoende. Oké, wat doet deze man? Die zit een beetje hier in de muur te klimmen. Hé, jij! Wat heb jij gedaan? Ik heb snoepjes gestolen. Wat is dat? Je ziet eruit alsof je met vuur hebt gespeeld. Wacht dan maar. Dat is een ander verhaal. Ja. Oh, wow. Dat zijn snoepjes. Kan je dat eten, snoepjes? Ja. Let niet op deze jongen, hij is dom. Hij is dom. Oh, dat is nee, niet nee, nee. Dat is zielig. Maar weet je ook niet wat dom is? Als je heel bent, dan ben je heel zielig. Marnik. Hier. Ja. Ik wil eten. Hier, ik heb iets gekregen van... Oh, je hebt de roe! Ja. De roe! Ik heb de roe gevonden. Oh. En wat doet de roe? Oh, wow! Dat doet de roe. Zeg maar, toen ik neusje boven ging kijken, toen vond ik zo'n roe. En ik dacht bij mezelf, dit is voor jou. Met de roe kunnen ze ons niet meer oppakken. Dankjewel. We moeten dit doen. Moet ja, maar het nog niet. Is het nu nog niet? Nee, nog niet.
Nog eventjes, ja. Misschien na het slapen of tijdens het slapen. Het is bijna nacht, we moeten bijna slapen. Oké, okay, ja, misschien ik, dan. Jongens, ik heb nog wel een sleutel in mijn kist liggen. Die heb ik toen ik toen net in de cadeautjes zat bij Sinterklaas. En toen ik, toen ik terugkwam, toen was Sinterklaas er niet. Die sleutel van die handboeien. Toen heb ik snel in zijn kastje gekeken. Oh. En toen heb ik de sleutel van mijn cel meegenomen. Dus ik kan vannacht jullie cellen openmaken. Ja. En dan gaan we er met z'n allen vandoor. Maar we moeten dus niet eerder gaan. En er moet iets gebeuren zo. Met... Iedereen maakt Piet in zijn cel. Wat? Nee, nu nog niet jongens. We moeten nog douchen. Sinterklaas, moeten ze niet nog even een liedje zingen? Ja, we moeten een liedje zingen. Ja, ze moeten nog even gaan zingen. Wat is stinken? Kan je dat eten? Stinken? Oh. Jongens, willen jullie... Laat ze maar stinkend in hun bed kruipen. Nou, maar, nee, voordat ze gaan slapen, bij de schoen. Zingen. Even nog maar 3 subbies! Eerst gaan zingen bij de schoen. Zingen bij de schoen. Wat? Schoen. Oh, hier is de schoen. Waar is de schoen? Ja. Ik heb nog een schoen. Maar jongens, okay, okay. Er moet eerst denk ik iemand dood of zo. Of iets. Dood? Zodat er afleiding is. Er moet afleiding wat is, zijn. Wat is dat? Ik ga een liedje zingen. Ik ga een liedje zingen. Nee. Jawel, ik ga een liedje zingen. Dood. Ja, doe maar. Oké. Okay. Oh, hey, yo. Yo. Oh, oh, hey, yo. Oh, 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 hey, yo. Oh. Ja. Sinterklaas. Oké, dit liedje ken ik helemaal niet. Dit is een stopliedje. Een van die... gele... Ja? Die sloegen ons. Ja? Sloegen ze? Ze zijn gemeen. Alle twee in een kleine zone. Ik ga mee, jongens. Wij slaan helemaal niet. Wij blijven gewoon bij elkaar alleen. Wij willen gewoon dat zij wegblijven. Ik hoor Samson en Gert volgens mij. Hey, Gert? Even tussendoor. Waar zijn jullie? Uitstelling? Je hebt je doeltje gehaald. Gert. Is dit onze tijd? Is dit tijd dat we kunnen ontsnappen? Oké, we hebben het eerste doel gehaald, jongens. Het eerste doel is gehaald. Wie slaat er zoveel? En over 88 subs is het tweede doel alweer. Hey! Oké. Okay. Feest. Oké. Okay. Is het nu slapen. Tijd dan? Het wordt iemand helemaal geslagen. Als we dadelijk in de cel zitten... Als Sinterklaas gaat slapen. Als Sinterklaas gaat slapen? Wij gaan slapen, gaat Sinterklaas ook slapen. En dan gaan we eerst ervoor zorgen dat iedereen eruit is. Dan moet één iemand voor ons voor afleiding zorgen. En zes, jij bent zelfs al Sinterklaas ontsnapt. Dus jij moet dat doen. Jij moet hier aan deze kant bij de schoen, moet je er bovenop gaan springen. Ik weet hoe je erop kan, via deze kant. Hier. Springen. Moet je erop springen op de heilige, op de heilige schoen. En dan moet je, en dan komt Sinterklaas en dan gaan wij weg. En dat kemmetje, jongens, dat gaan we zo meteen dus doen. Als wij, als we zijn ontsnapt. Dan gaan we dat andere kemmetje in beeld doen. En als we zelfs het tweede doel hebben gehaald, dan kunnen we dat kemmetje er ook nog bij doen. Maar... zometeen dus 1 kemmetje en dan gaan we zometeen met z'n allen voor stemmen als we zijn ontsnapt. Of als ik dood ben of wat er ook gaat gebeuren. Auw! Oké, dus gaan we... Is het tijd? Nee, nog niet hè? Nee, dus als we erin zitten, dan haal ik jullie er allemaal uit. Dan gaan wij even stoppen. Ja. Waar gaan we even stoppen? We moeten even stoppen. We gaan even rondje lopen, dan gaan we even kijken waar we gaan stoppen. Achter de schoen. Na. Oké, volg. En van links naar rechts. En van links. Ja, hier zo. Kijk, hier gaan wij allemaal achter verstoppen, ja? Oké. Dat kan niet. Als jullie uit de cellen zijn, moet ik op die heilige schoen. Oh, Sinterklaas. Wie wil er een chocolaatje? Chocolaatje. Chocolaatje. En ik. Kijk. Ik heb ook nog. Hier, kijk. Heel lekker. Heel veel chocolaatje. Heel lekker aan pepernoten. Oké, ik denk dat het tijd is om te slapen. Intens. Slapen. In heel de cellen. Ja, slapen. Oké. Voordat we gaan slapen, eerst nog een liedje zingen, toch? Nog één? Ja, nog een liedje zingen. Okay. Ik heb jou nog geen liedje horen zingen, Marnik. Oké. We gaan nog één liedje zingen dan. Terug? Wat is terug? Daar gaat hij dan, hoor. Iedere maand zijn door de bomen misschien. Oké. Welke bomen? Wat zijn bomen? Kan je dat eten? Nee. Oh. Ik ben denk ik dom. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas en natuurlijk Witte Piet. Zwarte Piet, Sinterklaas. Wie kent hem niet? Oh, dat was hem al. Wow. Applausje, jongens. Ja! Oké, iedereen in de cellen. Oké. Ik vind het niet.
tevreden. Allemaal... Niet tevreden, Sinterklaas! Die kant, jij ook. Cel in, hup. Waar is mijn cel? Welke Nieuweling, cel jij gaat ook die cel in. Hup, lopen. Lopen! Ik kan wel hier Marnik, dan. Jij mag ook bij wil je bij chocoladefeut? Oh nee, alsjeblieft niet. Nee? Alsjeblieft, nee. Nee, oké. Okay. Oh, dan zit ik weer bij 9-jarige zus. Oh, dat is de pop van het hoofd van de pop van je zus, ja! Ja, hier. Oh, je doet hem op! Ja, dat is leuk! Dat is zo'n grote pop! Ja. Wow. Wel een mooie prinsessenpop was het. Die heb jij kapot gemaakt. Ja, maar dat moet je toch doen met poppen? Nee! Je slapen. Zusje... Slapen? Oké, we moeten slapen. Oké. Ik lig in bed. Oké. Welterusten, Sinterklaas. Welterusten. Zwarte Pieten komen. Ik lig lekker in bed. Zo. Oké, volgens mij ligt iedereen in bed. Kom eruit, Sis, wakker worden. 9-jarige Sis. Oh, is het alweer tijd? Ja. En hé, kut monkey. Hey, kut monkey. Gebruik je sleutels om Jet. Leukje. Hoi. Jet! Ze heeft sleutel al gebruikt. Hij zit iedereen. Hij zit iedereen. Maak de pieten niet wakker. Is dit iedereen? Nee, hier zitten iedereen? Nog de rijke tata's. Hier. Nee. Die mogen alleen mee als ze lief zijn. Maar ze hebben geen eens een sleutel op hun deur. Oké, dan laten we ze zitten. Wow, wat deden ze? Gemeen, zo wat willen jullie weten? Ze kunnen niet mee. Is dit verder iedereen van ons? We moeten gaan. Oh, hier zo, wacht even. Hier zitten er. Ja, kom maar, jongens. Ja, we moeten gaan. Hier heb je nog chocola om misschien te overleven, maar... We moeten gaan. Ze hebben onvoldoende. Met z'n allen? Onvoldoende, kom, we moeten gaan. Ik weet de weg door dat ding. Waar zitten ze? Wacht, we zien kunnen elkaar hier door de dingen heen slaan. Probeer het. Jongens, wacht even. Maar dat gaat niet. Ja, wow! Ja. Het is je gelukt. Nu jij nog. Hoe gaan we dat doen? Even kijken. Ja, het gaat niet gelukken, denk ik. Zie met de visengel. Ik heb misschien nog wel een... We moeten hem hier doorheen persen. Hoe krijgen we hem hier doorheen? Jongens! Het is een sleutel. Heb ik opengemaakt. Oké, let's go. Let's... Ze onverstoppen, Sis. Ga ze afleiden. Ja, ik moest op die schoen staan, toch? Ja, maar Zwarte Piet en Sinterklaas zijn er toch niet? Ze zijn slapen. Wij moeten eerst hier zo. Kom, jongens. Kom, ik heb een heel mooi Sinterklaas liedje zingen. Kom, ze stoppen. Bukken. Heel hard zingen. Als ze voorbij zijn en ze zijn bij Sis bij de schoen, dan gaan wij lopen. Oké. En dan moeten jullie je appeltje gebruiken die ik heb gegeven. Oké, ik heb hem al. Mag ik gaan zingen? Ja, doe maar. Okay. Succes, Sis. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laagje. Is dat nou weer voor kabaal? Zwarte Piet! Hij zat Piet, kijk! Zwarte Piet staan! Oh, Zwarte Piet, kijk, ja, lopen, de heilige schoen. Lopen. Ja, kom. Lekker weg. Kom dan. Kom. Go. Hey, man. Gevaar! Is dat gevaar? Pietje, ja, lopen. Oké. Hup. Snel, jongens, snel. Waar gaan we doorheen? Wat is dit voor een gang? Voor een oud riool of zo? Sis, gaan kijken. Sis, we komen dadelijk achter ons aan. Wow, we zijn er. We worden allemaal geslagen. Wat is dit? Zullen we hier lopen? Wat is dit? Zullen we lopen hier of vallen we dan naar beneden? Ik heb geen idee wat dit is. We moeten naar boven. Is dit een droom of is dit echt? Hier. Jongens, jullie moeten op. Jij de rand. Via de rand. We komen eraan. Wat is dit dan allemaal? Ja, zo. Wat hoor ik allemaal, Hugo? Oh, ik hoor het ook. Ja, allemaal geluid vanaf buiten. Jongens, Sinterklaas is wakker. Huh? Rennen, schreeuwt. Sinterklaas! Rennen voor ons leven! We zijn ontsnapt! Go! 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 Rennen. Even kijken. Americo, zullen we meenemen? We moeten opschieten! Ja, neem Americo mee, jongens! Kom! Oh, ik ga eten lozen om sneller te kunnen rennen. Oh, je pakt de schimmel mee! Cadeautje, kon ik een cadeautje meenemen? Vast aan jou. Hé, maar wie weet hoe de stoomboot werkt? Ja. Cadeautjes mee! Er komen ze aan! Er komen ze aan, ik zag ze! Laat alle cadeautjes in de lucht! Pak ze, chocola! Go! Oh, ze schieten! Wat? Stoppen! Schieten is niet lief. Pak de nerfguns. Schiet ze!
Ze schieten met een nerf met de speelgoedwapens! Kom op. Go, go, go. Oh, schiet terug met de speelgoed als pijlen boven. Oké, hier is pakjesboot 13. Kom hier mee naar huis. Chocolaatjes. Wil je die chocola? Neut. Chocoladefeut. Wie wil er chocolaatjes? Chocola, chocola. Wie wil er chocolaatjes? Ik wil chocola, ik wil chocola. Nee, naar beneden, naar beneden. We moeten weg hier. Neut, nee. Nee, ik wil chocola. Oké, go, 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 go. Oké, ik ben bij pakjesboot 13. Kom. Ja, maar ik wil chocolade. Je bent hier al. Ik wil chocolade. Ik ga terug, ik wil chocolade. Oké. Okay. Chocolade. Ah. Hier. Hoe kom je eruit? Ik wil chocolade. Ik wil chocolade. Ja, het is waterpiet. Ja. Zijn we eruit? Zijn we weg? Gaan we weg. Wat is het? Wat? Onvoldoende. Heb het gehaald? Wat is chocolade? Oké, okay, wow, stil, stil. Was het echt? Of was het allemaal een droom? Was het echt? Volgens mij... was dit allemaal... een droom. Maar ik weet het niet zeker. Wat denken jullie, kijkers? Was dit een droom? Of was dit allemaal echt? Ik ben benieuwd wat jullie denken. Het is... heel apart wat er is gebeurd allemaal. Maar... zo. Ik ga nu om me heen kijken. En dan ben ik benieuwd of ze er nog staan. Dan zien we... of dit echt was... of een droom. Dit? Au. Kiekeboe! Was... geen droom! Dit was echt! Dit was allemaal echt! Nee! Ik ben dus echt hierheen gebracht met pakjesboot 13! Ik heb opgesloten gezeten met deze mafkezen. En Zwarte Pieten. En Sinterklaas zit hier. Sinterklaas, we zijn bevrijd voor Sinterklaas. Dit was allemaal echt. Maar het was wel heel episch, jongens. Dit was het prinsenverhaal met Sinterklaas en de Zwarte Pieten. Het heeft een uur geduurd, dit verhaal. Het was heel, heel episch, vond ik. Ik weet niet of jullie het leuk vonden. Laat een likeje achter als jullie het leuk vonden. En dan gaan we zoiets zeker vaker doen. Dus abonneer voor meer en laten we een cammetje in beeld doen. Cammetje! Dit was hem al. Jammer, hè? Is dit het einde? Ja. Tomcam. Dit is volgens mij echt de meest onserieuze stream ooit. Ranicam. Dit was een van de leukste streams ooit. Want we hebben erger gedaan, geloof ik. Toch waren het nog erger. Ik kon zin van mijn lach niet inhouden, jongen. Nee. We hebben serieus op één moment gehad, dan lachen we ons dood, joh, door Jarne toe. Ja. Met Afrika. Moeder Afrika, dat was het toch? Mama. Ja, oké. Kan iemand een strappel maken misschien eventjes? Van de mensen allemaal. En zo. Dan kunnen ze deze eens gaan stemmen voor het cammetje. Dus wie wil eventjes... Oké, hier heb ik het hoofd van een pop. Als je niet erbij stemt, dan haal ik je hoofd eraf. Wow. Oh, er komt nu dus zometeen een cammetje in beeld misschien. Maar van wie, dat kunnen jullie dus stemmen? Komt de poll aan? Wie moet ik eigenlijk allemaal stemmen? Induwen? Maar, Marnik, het is toch iedereen. Een facecam reveal? Ja, nee, dat maakt niet per se uit. Ja, die Rani. Is goed, toch? Ja, dus Rani! Nou eens. Ja, wat is er? Ik wil Rani cam. Ik vond dit wel een van de leukste streams, hoor. Ik weet niet wat de kijkers ervan vonden. Wat vonden jullie? Ja, nou, hoe oud ben je? Langer, zeggen jullie. Ja, langer, dat weten we niet. Maar misschien kunnen we wel weer een keer een prison met een heel leuk thema gaan doen. Ja, de leukste thema's zijn wel leuk. Panta. Zoals bijvoorbeeld ja. Sinterklaas en Pasa's, kerst. Cupido. Pasa's. Kerst. Noem maar op. Ik vond het heel leuk. Auw, ik ben bijna dood. Ja, ik viel net dood van die trap al, van die ladder. Dat is nice. Wow! Oké. Eens even kijken. Is de poll al bijna af? Almost. Ik ben nu bezig met de laatste naampjes. Oké. Okay. Marijn. Niels. Hier, kijk eens. Oh, ik vond het echt een hele leuke stream, zeg. Hier, Marnik. Iedereen deed leuke typetjes. Wat is dit? Oh. De Roe. En wat is een typetje? Dave. Wat is een typetje? Ja. Oh, ik word doet. Leuk chocolade, fruit. Fruit. Even kijken. Fruit. Als het goed is, heb ik nu Create Poll. Ik heb iedereen. Marnik, iedereen zet een game mode. Pak dus Donut, dus David is ook een game mode. Pak Trillias. Oké, okay, de poll is dus klaar, denk ik. Kopiëren. Ja, hij staat. Ga zo meteen, jongens, even stil. De poll
die staat nu in de beschrijving. Dus breng je stem uit of refresh de stream eventjes. En dan zie je dus de poll. En dan kan je beginnen met stemmen, jongens. Even kijken. Nee! Stem op degene van wie jij het cammetje wil zien. Als we nog een tweede cam willen, dan moet je... ja, daarvoor moeten we nog 81 subbies, maar dat duurt nog wel eventjes. Wat de hel doen jullie? Ik wist niet dat je... Even blijven staan, jongens. Blijf maar even staan. Wow, even stop met Diamond Sword, jongens. Stop even met Diamond Sword. Rani, Cam, jongens, stem allemaal op Rani. Oké, okay, even kijken wat de resultaten zijn van de stemming. Rani. Sis wordt een paar keer opgestemd. Rani heel veel opgestemd. Ja, Rani. Vooral Rani. Yes, ik krijg geen aandacht. Jongens, kap met dat slaan, dat is super irritant. Even kijken. Ja, David. Ik weet niet wie het is namelijk. Dus breng je stem uit, jongens. Even kijken. Hij update niet meer zo snel live bij mij, dat is super raar. Nee. Ik zou net zeggen Dave spammen, maar Dave heeft 0 votes. Nou, waarom stemmen zoveel mensen op Rani? Omdat ik heel graag Rani wil zien. Ik sta er gelukkig niet op, jongens. Daar ben ik heel blij Sis mee. Is ook leuk, hè? Hey. En Jan is heel leuk. En Jelle is leuk. En Enzo is leuk. Tom, en Niels. Robben, Niels, Twan, Marijn. Dave. Hij noemt gewoon het hele lijstje op, joh. Dave, ja, mensen weten niet wie Dave is misschien. Dat is Trilias. Ja, jawel, hij heeft ook gisteren. Jawel, die was gisteren al. Ja, daarom. Oh ja, dat klopt. Oh, nu al vergeten. Rani, je hebt al 105 votes. Ja, ik word ook oud, hè. Je wordt de nieuwe Sinterklaas. Rani, je hebt veel foto's. Dave, nou, dat cammetje komt er zo meteen aan. Rani Dave gaat weer neer. Nee. Rani moet gewoon, hij heeft geen keuze meer. Jongens, pak je Niels. Rani is gewoon weg, volgens mij, of niet? Nee, hij zit er nog wel, maar hij zegt niks. Heel stiekem. Dat zou ik ook niet doen. Rani. Wij zijn haar even vast doen. Wat is er? Oh. Je moet waarschijnlijk een cam doen. Oh shit. Hij wilt die niet. Nee, wow, hij heeft 173 stemmen. Wat de fuck? Kom op, jongens. Jullie kunnen allemaal op Rani stemmen. Nee, zwemmen. Nee. Oh shit. Mag ik dit? Dit gaat gaan. Nou, maar Marnik, mag ik dan nog gewoon van één gest in staan doen? Of is dat niet? Elf. Ja, je mag doen wat je wil. Alleen niet naakt. Oh, hell no. Ah, Karma's a bitch. Oh shit. Oh, jij springt, ik sta je omhoog. Wacht, spring. Nee, wacht. Dus jij ja, ik mag niet, joh. Kan iemand dat werkt niet. Ik vertrek. Nee, dat werkt niet. Wat gebeurt er? Ik hoor een duivel lachen. Oké. Okay. Sorry. Oh my god. Nou oké, okay, ik denk dat het wel duidelijk is. Rani's cam komt vandaag in beeld, dus jullie kunnen Rani zien vandaag. Rani gaat eventjes, laat ze meteen wel weten als hij klaar is, denk ik. Wat is klaar? Kan je Rani, dat was echt heel irritant. Nou, nee. Nou. Je moet iets. Cadeautjes voor de Piet! Mag ik alsjeblieft die boot weer op? Ik verdrink. Net als heb ik de time over mij. Oké, ondertussen ga ik even naar een game server. 1.10. Ja, dat wordt het niet. 1.10. Rood. Why you gotta be? So. Oké. Okay. Jongens, ik ben aangekomen. Aangekomen? Wow. En hoe dik? Ja. 196 votes. Oh shit, man. Rekt maar aan. Eens even kijken. Rani ga ik dus bellen nu. Ja. En dan komt Rani in beeld. Jongens, als jullie de stream hebben gemist... En meteen mute op Skype trouwens. Als jullie de stream hebben gemist, zeker weten terugkijken. Het was epic. Het was heel leuk. Er is heel veel gebeurd. Waar ik iemand zegt, Freya ken, maar Freya is er niet eens. Hey, de server zit niet vol, dus zonder rankje kun je nu ook joinen. Oh, snel. Yes, ik zit erin hoor. En Rani zie ik al bij mij op Skype, dus ik zal hem eens even toe gaan voegen. Zo. Hij heeft een GameStop shirt aan. Ja, even heel veel trap afgerend voor jou. Zo, Einar doet een keer aan sporten. Nou, ik doe elke zondag aan sporten. 3, 2, 1. Nee, ik moet even epische muziek ervoor opzetten voor Ryan. Kijk, aan de ene kant zit ik van, ik wil die aandacht niet van, yes, ik word niet, god, ik kan niet meer joinen. Jongens, het is wel echt heel typisch. Okay. Ik zet de stream aan en ik krijg een reclame van Sinterklaas. Oh, dat had ik laatst ook, man. Oké, daar komt hij, jongens. 3, 2, 1, go. Bam. Wow. Wie is er in beeld? Rani is in beeld. Rani. Wie is Rani? Dat is Rani. Had je dat kopje gedacht bij dat stemmetje? Ik...
denk dat de meeste TP iedereen van Medusa daarboven. Kunnen we samen feesten. Jongens, wat hoor ik? Neem Kanta Khaleesi over. Hekkie. Wat? Kanta Khaleesi. Ja, ze hebben het oorlog nu. Oh my god, het is enorm. Kanta tegen Khaleesi. Ja. Ja, en Kanta is met... Maar LL en zo... Oh nee, Hunter is het, hè? Mm-hmm. Nou... Hé, hey, tip bij mij is ook eens, Marnie. Yeah. Kijk, zeg voor je neus. Rani, je bent wel echt een smikkel. Yeah. Marnik. Yay. Definitief een high class. Heel vraagt of hij, hoe heet het, door Kali mag reizen. Ja, dat is heel druk op de server, play.thegameserver.nl. Ja, voor alle kanten, dude. Ja? Mag KDDR Leon door Kali reizen? Ja. Nee, mag niet. Oké. Okay. We zitten hier nu dus op een game server. Iemand heeft me gehengeld. Ik zie helemaal niks meer. Ik zie echt helemaal niks meer. Ik heb me in mijn gezicht gehengeld. In mijn oog. Ah! Nou, ik zie echt niks. Maar jongens, maar zaterdag... Ja? Had jij mij zo verwacht? Ik was zeg maar bij jou meet. Ja, maar ik zag je eerder op in de stream, hè? Ja, ja. Oh, dit ding zit echt in mijn nek. Hij heeft de microfoon echt vol voor zijn mond. En had ik daar echt niet van gedacht, dat je er zo uit zou zien. Ja. Ja, bij je stem dan heb je een beeld en dan zie je dit en dan denk je, enige wat ik dacht is dat hij plat waren, want niet haar als Ash Oké, okay, laten we bewegen. Hoe komen jullie daar bovenop? Oh, Neutje staat er beneden. Via Marnik. Marnik heeft ons gegund. Ik ga Dave ze zien me niet meer. Hier ben ik. Hier loopt Neut. Nee, Dave! Marnik! Ja! Ik kan niks! Je verzuipt tussen de mensen! Wacht, Dave, accept! Warnik, ik kan de server niet meer joinen! Dave, accept! Zit hij nou wel vol? Nee. Mensen kunnen gewoon TPA doen, dus ik kan de server gewoon niet meer joinen, Warnik! Dan moet je een donator gaan kopen. Sad ja, donator gaan kopen! Warnik, heb je dat al? Accepteer, Hunter! Wie, wat? Oh. Maar, het was net wel heel zielig met die kip, hè? Mensen moesten echt huilen, zag ik. Ja, ik was het was ook heel intens, hè? Het was echt intens. Ik was diep in tranen door de kip. Ja, je moest keihard lachen, hoorde ik. Ja, nee, dat kwam door de opmerking van die raars. Ja. Dus ik lag helemaal stuk en toen begon je tegen hem te praten. Ik ging ook helemaal stuk, maar haal een nieuwe kip voor me uit Afrika. Ik dacht, what the fuck. Ja. Hey Hunter, oh nee, Neutjes gevangen door Moisha. Wat is dit? Wat heb ik hier voor mijn gezicht Iemand zitten? Iemand heeft je geshengeld. Wat heeft je gevist? Wat is dit? Een vishengel heeft ze zich. Neutje ziet niks meer, ze is blind. Tape, ja. Jongens, haal die vishengel weg. En zo accepteer even. Van rip Neutje. Waarom heeft iedereen gear? Omdat ik rijk ben en jij niet. Moet je slash kit doen ofzo? Heb je dat niet? Ja, je moet... Ja, maar ik heb niks. Ik heb geen kids. Enzo, wacht. Enzo, kijk. Slash kit donator. Waarom heb jij de stadskaart zo klein? Ik heb geen stadskaart, volgens mij. Zal ik ze naar onze stad gaan, slash S-home? Kijk. Ben benieuwd hoe dat er ondertussen uitziet. Eens even kijken. Wauw, en ze heet al full hier hoor. Je wilt mee? Er iemand onder. Kom ik aan met mijn ladder. Maar jij bent gewoon skeer, Dave. Ja, Dave is gewoon skeer. Ja, jij krijgt het ook nee. Nee, hallo, je hebt helemaal niet. Hallo! Nee. Oh. Hi. What the? Hi. Hallo! Oh. Oh, iemand heeft heel veel honden. Heel veel honden, ja. Oké, okay. We zijn in onze stad. Zijn er nog meer mensen van de stream in de... Ik kan niet joinen. In de server, ja, dat is kut. Ja, ik ook niet. Ik ben er wel in ieder geval. Ja, ik kan joinen, maar... Ik heb nog een mooie ranking van vroeger. Vroeger. Wow. Ik ga niet aan de galg. Wie durft hierop te staan? Ik durf. Nou, ga maar op de galg. Oh, die vishengel is zo irritant. Nee! Dan ga je dood door die lava magma dingen. Hé, daar gaat Mike. Als je shift, dan ga je niet dood. Oh ja. Tricks met Dave. Ja, hoe kom je hier nou uit? Dat is TPA. Dave TP. Oh mijn god, zijn zo... Nu word ik gewoon met TPA spam. Nou, het is druk in onze stad, jongens. Het is heel druk. Allemaal honden, waar komen die vandaan? Hoe kun je zoveel honden hebben? Nou, in Kingdom hebben we dat ook, hoor. Ja, zoveel? Ja, ik heb ook hondenleger. Je kan oneindig veel hebben, hoor. Ik heb gewoon één moeten zien. Gewoon, die ga ik een keertje meenemen. En dan drop ik die gewoon op pizza. Ja, dat was met Khaleesi. Zet van iedereen Twitter en Facebook. Er zou heel veel streams op vol staan met al die teksten.
Mark Herald Fleek zegt Myna. Oh, Myna is back in the house. Ik kan je niet inviten, Niels. Kan iemand mij inviten voor stad? Zit je nou wel aan de server? We willen je niet in de stad. Zapperoon. Kom ik aan. Het is Zapperoonion. En je hebt ook een hond. Dat is niet mijn hond. Oh shit. Oh, iemand maakt de honden dood. Nu is die dood. Mara. Ik kan een kerstje slaan. Nou, is weg. Wie heeft EGS Invite for Server? De server kan je sowieso gewoon in, hoor. tp.play.ungameserver.nl. Je kunt ook op onze Teamspeak komen, dan kan je gezellig meepraten. tps.ungameserver.nl. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar vandaag gaan we stoppen, jongens. Ja. Morgen ben ik om 3:00 middags live. En niet in de avond morgen. Zondag wel weer in de avond. En zaterdag komt er eerst nog een hele leuke Mytopia special. Wat misschien ook wel iets te maken heeft met Sinterklaas en Zwarte Piet. En wat dan, ja, als je aan Mytopia denkt, onze Mytopia serie. Dat loopt nooit goed af. Dus zeker kijken, het is spannend. Rani is knap, zegt Anis. Anisetje. Rani heeft chicks. Einar is gewoon Rani een lekker heeft ding. Chicks. Einar is gewoon een lekker ding. Hij is die fixer hoor, kijk maar uit. Man, ik moet gaan. Leuk dat je was, Job. Ik vond het leuk, jongens. Ik hoop dat jullie het ook allemaal super leuk vonden. Mensen, nou, Rani gaat eerst even uit beeld. Dus dag, Rani. Het mooiste uit Rani vind ik wel. Ook op de meeting had dat zo'n brede lach. Ja, ik heb altijd zo'n brede lach. Ja, maar... ik ook. Jongens en meisjes, dames en heren op Teamspeak. Bedankt voor het meedoen, was super gezellig. Was leuk. Doei, doei. Yes. Doei. Oké, okay, jongens en meisjes, en dames en heren van de stream, ik ga weer lekker het liedje opzetten. Even kijken of ik het liedje kan vinden. Ik denk het wel. Het liedje waar we natuurlijk altijd mee afsluiten, en dat is dit liedje. Yes. Jongens en meisjes, dames en heren, we gaan vandaag dus afsluiten. Morgen om 3:00 live, zaterdag een epische Mytopia video, en zondag om 7:00 live. Kan je nog onthouden? Ik denk het wel. Laat een likeje achter, abonneer voor meer en check de Mytopia video van vandaag. Bye! Pod.